Hey, what up, JJJ Army? Leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe Unsen. Hallo dames en heren, welkom weer terug bij Unsen, de serie tegen je oogbollen, waarin ik vandaag... Hoe kan het nou dat mijn bureau zo hoog is? Oh ja, dat komt omdat ik echt al gewoon een miljoen video's niet meer op mijn stoel heb gezeten. Geïnvesteerd in zo'n dure stoel zit ik er niet eens op tijdens video's. Leuk dat jullie allemaal weer kijken. Vandaag is het Unsen, heb ik mijn jas binnen aan. Oh mijn god, wat Unsen. Kan niet gewoon. Ik begon op mijn stoel. Hoe naar is dat? Ik heb mijn jas aan binnen. Ik zeg er even bij, hè. Dit moet even een ding worden. Binnen. Ja, jullie willen waarschijnlijk weten wie de speciale gast is vandaag. En dat is een dingetje, want de speciale gast is... ziek. En ook niet zo'n beetje ziek. De eerstvolgende gast zou namelijk zijn Jan Smit. Ja, ja, dames en heren. Hij was geregeld. Het stond allemaal in de planning en wel. Maar Jan Smit is ziek. Hij had aangegeven ook op zijn Instagram en het was op het nieuws. Dus het enige wat we kunnen doen is een beterschap wensen. En ik weet dat zijn dochters Unsen kijken. Dus hey, beterschap aan je vader. Hopelijk komt hij ergens in de toekomst een keertje langs in Unsen. Laten we dan dus nu beginnen met Unsen. We zijn weer op de subreddit en jullie hebben weer dingetjes ingestuurd. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie allemaal hebben gestuurd. Leuk om naar te kijken. We gaan weer eens Unsen doen, maar dan alleen. Oemf. Bij deze sportvereniging kennen ze geen genade, hoor. Ze zetten al deze leuning dingetjes neer en die laatste doen ze gewoon andersom. Dit is gewoon om ons te blokkeren van het leven, dames en heren. Fuck plastic. Een boek met 101 manieren om jezelf van plastic af te helpen. Is het boek geplastificeerd? Kan echt niet. Je hebt ook heel veel van die producten die zijn dan plasticvrij en zo. En dan komt het product echt in een gigamassa van plastic. En dan denk ik van, bruh. We hebben hier een paraplu. Top. Hé, hey, hij is wel nog uitgeklapt. Dat is nice. Als je denkt dat het eerst zat wordt, maar daarna Unsen. Oh ja, dit is namelijk wel zat. Maar het mag natuurlijk niet te zat worden. Gaat hij hem plat stampen? Gaat hij plat gestampt worden? Ja, ik had wel op een iets heftigere verwacht of gehoopt. Oh ja, dit is ook top. Zo'n police car kan je hier winnen. Is waarschijnlijk op de kermis. Waarschijnlijk. Ik gok het maar. Het is een helikoptertje. Ik heb laatst wel eens gekeken naar die prijzen van de dingen die de kermis inkoopt als kermisspeeltjes. Komt allemaal uit Azië. En ze kopen het echt in voor zo ontzettend weinig geld. Dat is echt insane. Het gaat echt over centen. Ook al win je de allerduurste knuffel, ze maken altijd winst. Altijd. Zelfs al gooi je in één keer al die blikken om, nog steeds dikke winst. Het slaat echt helemaal nergens op, namelijk waar ze het voor inkopen. Moet je maar een keer opzoeken. Kom mijn school niet gewoon de tweede zelfde deurklinker doen? Ja, weet je, ga naar je schoolhoofd, pak een microfoon, duw hem in zijn neus en vraag waarom. Niet aan mij. Ja, dit vind ik leuk, jongens. Kijk, dat Unsen maken is eigenlijk iets te zat. Oh, goed hek. Ja, mooi hekkie. Lekker geplaatst. Zullen mensen hem dan ook nog echt gebruiken of lopen ze er gewoon heen? Dat vraag ik me dan wel af. Cake, merg, pijnpjes, marsepein. Weet je waarom dit middenstuk er trouwens in zit? Het is allemaal tactisch. Wist je waarom? Kijk, nu ik het zeg, vind je het logisch? Want kijk, eigenlijk zijn dit kleintjes. Dit zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kleintjes, ja? Ik zie nu pas dat dit Unsen is, omdat die ondersom zit. Oké. Okay. Door dit middenstuk erin te doen, lijkt het net alsof het één lange is. Of dat kleine stukje mist. Dus je weet niet hoe groot het is, dus je denkt dat hier ook nog zit. Waardoor je denkt dat het meer is, maar het is eigenlijk niet meer, want als je dit weghaalt, ze gaan maar tot hier en hier, snap je? Aan mijn muisbewegingen snapte je sowieso. Deze gozer die heeft Engels gehad, dus laten we eventjes kijken hoe hij het gedaan heeft. Wij gaan het eventjes voor hem nakijken, oké? Oké, bij meester juf heeft hij ingevuld teacher. Dat is bijna goed, dus die keur ik goed. Kind, chilled. Die vond ik goed, bij land heeft hij land. Ja, dat vind ik gewoon goed. Die klopt. Bij wereld heeft hij world. Die is gewoon helemaal goed. South Africa heeft hij zout Afrika. Nee, die is niet goed. Dat had zoute landen moeten zijn. Dus die is fout. En geld heeft hij money. Nee, dat was doekoe. Sorry. Je hebt gezakt. Volgende keer beter. Hoezo staat hier een deur? Nou, dat weet ik wel. En jij probeert mij te belazeren. Want jij stuurt niet het volledige plaatje erbij. Dit is namelijk... Dit maakt deel uit van iets groters, dames en heren. Want meestal in dit soort gymzaal... Ik ben niet dom, hè? Ik heb ook op gym... Ik heb niet op gym gezeten. Ik heb gym gehad op school, oké? Okay? Als je een grote gymzaal hebt, dan heb je zo'n wand in het midden. En die kunnen ze dan omhoog en omlaag doen. Zodat ze hem kunnen opsplitsen in twee gymzalen of één grote. En daarom is de deur daar. Bam.
Are you sure you want to buy all possible sabers? Yes. Nee! Ik ga volgende keer ook gewoon half Nederlands praten of Engels. Dan pak ik wel een groter deel van de wereld met mijn taal. If I go talk Engels, I can reach more people. En als ik Nederlands praat, dan reach ik de mensen die ik al had. En I have to reach the more people. Je ziet ook dat de Engelsen met een ander Spaans taaltje erin, of de Nederlanders met een Engelse lijntje erin, weet je wel. Of die Koreanen, en hebben ze ook een Engelse lijn erin. En dan bakken ze ineens door die ene lijn. Wij zijn het buitenland en wij begrijpen ineens één zin in het nummer. Holy shit, wat leuk. Dit is echt heel unsen, oké? Dat is een bal. En je moet daarin uiteindelijk. Maar omdat het unsen is, gok ik zo even dat het niet gaat gebeuren. Of hij stopt precies als hij erin gaat. Ja, ga maar. Het is een oneindige loop. Hij zal voor altijd zo heen en weer gaan. Sowieso stopt hij als hij erin gaat. Hou op met me. Hou op met me. Ik weet nu niet wat er gaat gebeuren. Het is super irritant dit. Hoe lang duurt dit? Ik ben klaar. Ja, ik wist het. I knew it. I knew it. Hoe dan? Filter op verbinding draadloos. En je ziet een draad. Nou, goed dat je ogen hebt en zelf nog nadenkt. Want heel veel mensen doen dat niet. En die bestellen hem en zeggen dan... Ik wil draadloos. Sorry, mam. Oké, ja, je flikkert hem gewoon weg. Die doe je... Nou, dat was best zat. Zat, die ging goed. Oh, je arme moeder. Oh, jouw moeder heeft daar gewoon voor betaald, hè? Oh, wat ben jij echt een verschrikkelijk persoon. Holy shit, hoe ga je dit vertellen? Even. Titel van deze foto is mijn schoolplein wanneer het regent. Hey, hallo jongens. Mijn subreddit wanneer ik om foto's vraag. Kijk hoe fucking blurry deze is. Dankjewel voor het sturen. Yo. Minder fijne kraan, oké? Je doet de kraan aan. Je draait door en dan gaat hij uit. Als je naar links draait, gaat hij ook uit. Maar je moet zo'n middelpunt vinden. Dus hier is nog mee te werken, maar het is wel naar. Wanneer je privacy wil op school, beveiligd. Camerabewaking, 24 uur per dag. Ja, maar je weet niet waar. Voor degene die nog een muis zocht zonder draad. Ja, hier heb je er eentje. Nee, waarschijnlijk is de draad eraf gegaan. Dus hij is verwijderbaar. Dus als je er nog een wil hebben, nee, zoek even contact met hem op. Nou, is dit hoe de smurven hun hoofd eruit ziet? Daarom hebben ze dus die muts. Er is altijd zo'n jochie. Hé, hey, dit ben ik. Dit ben ik, 100%. Ik deed altijd mijn stoel op de kop. Want wij hadden in groep 5 en 6 hadden we een bepaald aantal stoelen. Of hadden we een bepaald soort stoel. En die moesten we op de kop zetten. Op de stoel, op de tafel. En ineens hadden we andere stoelen. Toen waren alle stoelen weer veranderd. Toen moesten de stoelen dus anders. Maar ik deed nog steeds op de kop en zo. Ja, grappig. Oké, doe maar zo. Eet maar chips met een vork. Doe maar zo. Ga maar zo doen. Prima. Heel naar. Hoe is het chippy überhaupt? Nog heel. Ik denk dat echt 90% van de mensen op deze subreddit niet eens begrijpt wat deze borden betekenen. Zo kun je eventjes aan jullie vertellen, jongens en meisjes. Dit betekent... Yes, je mag hier fietsen. Fietspad is dit. Hieronder staat verboden voor fietsen. Maar hoe dan? Nee, mijn camera is leeg. Hoe unsun is dit? Oh mijn god, ik moet een andere batterij pakken. Oh ja, dit is... Maar dit is duidelijk. Ja, doe vooral... wat moet ik nou geloven? Ze willen je mindfucken. Je moet gewoon naar het bordje kijken en niet naar hoe de borden zijn opgehangen. Dat heb ik geleerd. Dat is iets waardevols wat ik bij me heb gehouden. Dus ja, ik word al gewoon geëlektricuteerd in mijn brein als ik er naar kijk. Moet je nagaan als je... Waarom kan dit nooit normaal? Nee, precies. Altijd met die goedkope dingen die je koopt. Altijd goedkoop papier. Vincent, die werkt voor Link. Ja, ik heb die gast groot gemaakt hier op YouTube. Gewoon heel zijn carrière. Weet je, dat GTS-T komt ook door mij en zo. En dat brugklas en zo. Ook allemaal door mij, joh. En dan doet hij zo. Ja, doe maar zo, hoor. Dat moment dat je gewoon zo'n hard bedrijf bent. Dat je gewoon advertenties gaat plaatsen op dingen van de McDonald's. Dat vind ik wel, ja. Dat is precies hetzelfde als dat ik met mijn eigen video's ga adverteren op kanalen van andere Nederlandse YouTubers. Dat is toch echt goud. Oh, dat is wel een mooi schaartje die je gekocht hebt. Maar ze hebben er wel... Ja, als je nou niet die schaar had, weet je... Hoe had je dan de schaar opengemaakt? Maar het is ook precies een... Ja, ik snap je. Ik snap je probleem. Nice gesneden. Lekker, man. Wat is het ook voor gore bodem? Broccoli en kale. Nice. Als je zo hoog staat in trending gamen, dan staan de gamekanalen er wel heel slecht voor. Ja, inderdaad. Als ik met zo'n klein beetje Minecraft al in trending voor gamen kwam, zonder het überhaupt ergens gementiond te hebben,
buiten de video, dan heb je inderdaad wel... Dan kunnen de gamers nog wel wat van leren, inderdaad. Kun je met deze pizza gaan we afsluiten, dames en heren. Ik vind het wel weer mooi geweest voor Unsin. Dankjewel voor het kijken. Ben je nog niet lid van de Jer Army? We proberen elke dag verder te komen voor ons doel. Want aan het einde van het jaar, voor 2020, willen wij de 700.000 abonnees binnen hebben. Dat is een missie. Join de Jer Army. Dankjewel voor het kijken. Check deze filmpjes naast mij. En hoop ik jou de volgende keer weer te zien in een nieuw video. Je mag nu klikken of weg. Maakt niet uit. Tenminste, ik heb geabonneerd en geliked. Die.